Hallo, mijn naam is Max en welkom bij de tweede aflevering van Steden Aanpakkers. Vandaag staan we in het regenachtige Heemskerk en gaan twee collega's je meer vertellen over het project waar wij hier aan werken. Ik ben Arnold van Ophem, ik ben engineer bij Stedin Amsterdam ANV. We zijn bezig met het vervangen van een gietijzeren gasleiding en we leggen daar zo een PVC gasleiding voor terug. Deze gietijzeren gasleidingen worden vervangen omdat ze wat brosser zijn dan onze moderne materialen. Daarom hebben we gekozen voor wat toekomstbestendige materialen zoals PVC en PE. Mijn rol die begint met de vraag van asset management. Vervolgens ga ik samen met de projectleider in overleg met de gemeentes en de andere nutspartijen om te kijken waar we kunnen samenwerken. Uiteindelijk zorg ik dat er een technisch ontwerp komt. En daarna gaat de werkvoorbereiding hem voorbereiden en sturen zij hem richting de uitvoering. Ik ben Michel Brommer en ik ben projectleider bij Stedin. We hebben hier te maken met meerdere mensen in de uitvoering. We hebben 3 monteurs die continu bezig zijn met de dagelijkse uitvoering. En er is een uitvoerder die zich bezighoudt met de uitvoering buiten. Wij vervangen deze gasleiding omdat wij als netbeheerder natuurlijk nog steeds verantwoordelijk zijn voor het hebben van een goed, betrouwbaar, veilig gasnet. En we willen het toekomstbestendig maken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ook mogelijk andere gassen zoals waterstof getransporteerd kunnen worden. Ik hoop dat je zo'n beter beeld hebt kunnen krijgen van de gasvervangingsprojecten die wij hier doen. Wil je nou meer weten over het werken bij Stedin? Neem dan een kijkje op onze website werkenbijstedin.net.